Ik ben Arnoud van Mobiele School. Wij bouwen deze mobiele scholen en gaan ermee aan de slag met straatkinderen wereldwijd. Scholen en zeker leerkrachten hebben een ongelooflijke belangrijke rol in onze samenleving. Maar helemaal geen evidente rol. Naast de gewone leerdoelen moeten ze aan de slag met projectmatig onderwijs, vakoverschrijdend werken, met wereldburgerschap. Het is helemaal niet evident. Daarom hebben wij de Stoepredactie uitgevonden. Een campagne waarin we kunnen samenwerken met de leerkrachten en hen kunnen ondersteunen om op die thema's te gaan werken. De Stoepredactie is heel erg simpel. Ze bestaat uit 4 delen. De eerste stap is leren. Wanneer we het probleem zien in de samenleving, moeten we het eerst begrijpen. We moeten kennis en informatie verzamelen. Daarom maken wij ieder jaar een uitgewerkt lessenpakket per graad dat de leerkracht van de website kan downloaden en waarmee dat je in de klas aan de slag kunt en de kinderen kunnen leren over de problematiek van straatkinderen. Nadat we het probleem hebben begrepen, gaan we naar stap 2. En dat is het voelen in uw buik, het voelen met uw hart. De emotionele kant van het verhaal. In die stap sturen wij onze superkrijters, een acteur met de mobiele school en een heel decor naar de school voor een educatief spektakel. We gaan aan de slag met de kinderen om hetgene dat we geleerd hebben met ons hoofd te gaan voelen in onze buik. Inspiratie. Wanneer we het hebben begrepen met ons hoofd en we voelen het in onze buik, is het tijd om de handen uit de mouwen te steken, om in actie te gaan. En dat is stap 3. We gaan dat doen door een groot stoepkrijt kunstwerk te creëren op de speelplaats. En we doen dat door namen te verzamelen van mensen die ons kunstwerk willen sponsoren. De kinderen gaan op pad naar oma, opa, de buren en vragen of zij hun naam willen lenen voor het kunstwerk. Ze kunnen het sponsoren door 1 luttele euro te geven. Die euro's gaan we achteraf gebruiken om meer mobiele scholen voor straatkinderen te bouwen. En de verzamelde namen van de sponsors worden later allemaal opgenomen in dat kunstwerk in stap 4. En stap 4 is opnieuw heel erg simpel. Het enige dat we moeten doen is de speelplaats vrijmaken, zorgen dat er stoepkrijt is en de leerlingen verzamelen. De leerlingen gaan dan alle namen die ze hebben verzameld bij de sponsors in grote letters op de speelplaats krijgen. En op die manier creëren we een reuze stoepkrijt kunstwerk op onze speelplaats. Een kunstwerk tegen onverschilligheid. In deze stoepkrijtactie zijn er 3 winnaars. In de eerste plaats de kinderen. Die leren dat wanneer dat ze een probleem tegenkomen in de samenleving, ze echt wel een verschil kunnen maken. Ten tweede de leerkrachten die aan de slag kunnen met wereldburgerschap, met ondernemerschap en creativiteit. En ten derde de straatkinderen, want met de Stoepkrijtactie kunnen wij investeren in nieuwe mobiele scholen om ook bij hen het verschil te maken. Als jij wilt meestappen in deze samenwerking en in deze win-win-win, ga gewoon naar mobileschool.org/stoepkrijtactie. Zoek alle informatie die nodig is of schrijf je onmiddellijk in. Als je zelf geen leerkracht bent, maar hier toch wel achter staat, deel dan dat filmpje met alle leerkrachten, onderwijzers, schooldirecteurs die je kent en overtuig hun om ook mee te doen aan onze Stoepkrijtactie. Hartelijk bedankt en tot snel.